Goedendag, mijn naam is Heidi Kakenbeke van 50PLUS en wij zijn hier vandaag op uitnodiging van VDAB en Travi om aan de slag te gaan met hun 55PLUS'ers. De bedoeling van vandaag was eigenlijk om de vooroordelen die er toch wel de ronde doen over 50 of 55PLUS'ers, om die even te bespreken, te benoemen, maar ook om te weerleggen. Want uiteindelijk zijn die vooroordelen een oordeel en zijn er zeker voordelen aan die 50PLUS'ers. Dus dat is wel een hele belangrijke. En we hebben gewerkt aan de elevator pitch, zodat die mensen eigenlijk bij een sollicitatiegesprek goed voorbereid zijn op zowel het gesprek, maar ook op die hele korte voorstelling die toch altijd gevraagd wordt. En dat is een belangrijke, want daar kunnen ze wel het verschil maken. Dus daar hebben we ook op gewerkt. Dan hebben we namiddag een interactieve sessie gehad met de uitzenders zelf, samen, de groep B1, om het toch nog even over die vooroordelen te hebben, omdat er ook wel vooroordelen zijn naar de jongere recruiter toe. En het is belangrijk dat dat ook even aangekaart wordt. Dus daar zijn we dan even over in gesprek gegaan en zoals alles komt het daar wel op aan. De communicatie, het in gesprek gaan met elkaar, het behandelen van elkaar als mens, hoe dat je zelf behandeld wilt worden, daar hebben we aan gewerkt. En nu is er een jobdate aan de gang waar dat hopelijk de mensen hun job kunnen scoren, de match kunnen maken. En zodat de uitzenders instroom hebben gekregen en zodat de 50PLUS'ers een kans hebben op een job. En dat is de bedoeling van vandaag. We hopen dat dat gelukt is.